voorzitter van het Arbeidshof de Gent, geachte procureur-generaal van het Hof van Beroep de Gent, geachte stafhouder, dames en heren professoren, dames en heren, goedemiddag. Voor we van wal steken met deze plechtigheid, u hebt er aan gedacht uw gsm uit te schakelen, dat zou fijn zijn als ik dat even kon doen. Dank u wel. Graag uw aandacht voor pro-rector Paul van Kouwenberghe, die de verwelkoming gaat doen. Goedemiddag, de decaan, beste collega's, en voornamelijk beste gepromoveerden, ouders, familieleden, sympathisanten en vrienden van de gepromoveerden, beste eregasten, hartelijk welkom op deze plechtige proclamatie in deze plechtige aula van de universiteit, de proclamatie van de masters in de rechten, masters in de criminologische wetenschappen en de master na master opleidingen. Het is voor mij een groot genoegen om als gewezen rector deze plechtigheid te kunnen bijwonen en jullie te mogen verwelkomen. Ik breng jullie de beste groeten over van onze rector Anne Paper en van onze vice-rector Freddy Montier, die andere verplichtingen hebben. Er zijn vandaag vier plechtige proclamaties hier en in het UFO. Vandaar dat ik als gewezen rector nog eens mag optreden. Maar ik doe dat altijd met veel plezier. Dus dat was niet de eerste keer dat ik dit als oud-rector mag doen. Jullie zien er allemaal mooi uit in jullie mooie toga. Sommige van jullie zullen er binnenkort een andere mogen aantrekken. Niet deze, maar deze van een advocaat. Ik ben blij dat jullie met zoveel aanwezig zijn. Ik verwelkom ook de genodigden ouders in de academie aan de zaal hier rechtover. Ik ga eens zwaaien, want de camera neemt alles op. Het spijt mij dat jullie hier niet kunnen aanwezig zijn, maar onze aula is daarvoor te klein. En de aula is nog altijd een beter forum dan het UFO, alhoewel dat een prachtig gebouw is met 1000 zitplaatsen. Maar hier heeft het toch iets meer, vooral voor de proclamatie. Voor de faculteit rechtsgeleerdheid is dat denk ik een ideale plaats. Eerst en vooral van harte gefeliciteerd aan de masters. Voor sommigen is het de tweede zitting, want we hebben reeds een proclamatie gehad voor de masters in de rechten in juli. Voor anderen is het de enige zitting, onder andere voor de masters in de criminologie. Beste studenten op de eerste plaats, het is met groot genoegen dat ik overga tot de proclamatie van de Masters of Science in de Criminologische Wetenschappen. Voor alle duidelijkheid, het is de oogst van eerste en tweede zittijd. Voor ons is september altijd de oogstmaand als het gaat over de afgestudeerden in de Criminologische Wetenschappen. Behalen de graad van, of behalen de titel van Master of Science in de Criminologische Wetenschappen met grote onderscheiding. Els Vreken, Lien Dumortier, Marieke Janssens, Goedele Sorijn, Anja Hermans, Wouter Moreels, Michel van Impe, Niels de Pape, Nigel van der Velde, Jolien van Goedem en Lore Ketelen. Bouwijn Frederik met als onderwerp Environmental Justice, een exploratieve studie in België, met als promotor collega De Korte. Hermans Anja, gewelddadig extremisme en extremistische overtuigingen, individuele verschillen en determinanten vanuit geïntegreerd perspectief bij collega Pauwels. Permentier Annelies, geen licht aan het einde van de interneringstunnel, een verkennende studie van mogelijkheden in de aanpak van onbehandelbare geïnterneerden bij collega Van der Beken.
Raskar, Melissa, toepassing van administratieve sancties bij kleine misdrijven. Hoe staan betrokken actoren tegenover de uitbreiding van het toepassingsgebied? Vraagteken. Bij mezelf, Van Damme, Benjamin. Perceiving crime as alternative, testing the perception choice process with randomized scenario vignettes. Bij collega Paulus, Van Impe, Michel, partnergeweld en arbeid verzoenbaar? Vraagteken. Een belevingsonderzoek naar ervaringen van slachtofferschap en hun invloed op het werk bij collega De Korte. En tot slot, Vreken Els, druggerelateerde criminaliteit, dubbele punt, de kip of het ei, bij mezelf. Sessie die plaatsvindt hier in het peristylum en in de voorhal van de academieraadzaal, specifiek voor de mensen die in de aula zelf zitten. De stoet van de academische overheid, de professoren en de eregenoten zal als eerste de zaal verlaten, onmiddellijk gevolgd door de studenten voor de traditionele foto op de trappen. Aan de ouders vraag ik dus even om nog te wachten, de mensen op de bovenbalkons, tot die foto's genomen zijn. Op mijn beurt wens ik u vanzelfsprekend, beste afgestudeerden, van harte gefeliciteerd met het behalen van uw diploma. Ik wens u allen een heel fijne dag toe en zie u zo meteen op de receptie. Goedendag.